Dag Sophie. Dag Phil. Klopt het dat jullie bezig zijn met een nieuwe tentoonstelling? Ja, heel zeker. Zou je ze graag eens willen zien? Als dat mag. Tuurlijk, kom maar dan naartoe. Wat zijn die mannen hier allemaal aan het doen? Die mannen zijn nu alle diersoorten die in de tentoonstelling gaan komen aan het plaatsen op hun definitieve plaats. En er is nog heel wat werk aan de winkel, want je ziet, al die gaatjes die moeten nog allemaal gevuld worden met een andere diersoort. Waar gaat de tentoonstelling eigenlijk over? De tentoonstelling gaat eigenlijk over de biodiversiteit op aarde. Dat is een moeilijk woord, maar de biodiversiteit is eigenlijk alles wat er leeft op aarde. We hebben hier op aarde 1,8 miljoen soorten. Dat is heel veel. En we tonen er ongeveer een 800-tal. Je hebt primaten of apen, je hebt heel veel vogels. Je hebt onze meesterwerk is eigenlijk Charlotte, de giraf. Ze zijn allemaal gestorven of door ziekte of door eigenlijk ouderdom. En dan zijn ze eigenlijk bij ons terechtgekomen en onze taxidermisten hebben ze dan mooi opgezet. Dag Christophe, jij bent degene die al die dode dieren opzet. Hoe doe je dat precies? Wij behouden enkel de huid. Binnenste doen wij eruit, alles gaat weg. Dan bootsen wij in piepschuim, bootsen wij daarna. En daar gaat de originele huid terug over. Waarom willen jullie dit tonen? Omdat het heel belangrijk is, of dat vinden wij toch, dat de mensen weten wat er op aarde is. En dus door het te zien en door het te laten ervaren, hopen we dus dat de mensen zich gaan bewust worden van hoe dierbaar en hoe belangrijk het leven op aarde is. Hey daar, leuk dat je hebt gekeken en vergeet zeker de video niet te liken. Wil je nog meer Karrewiet? Abonneer je dan snel op ons kanaal en check deze video's.